niks aan Halloween gedaan, want dat mag niet. Nee, dus ja, waarom wel een normale markt en geen Halloweenmarkt? Ik weet het niet. Lieve vrienden, geniet van je leven, want het duurt maar even. Ja. Hè? Ja. Lieve vrienden, het is vandaag, wel te verstaan, zaterdag 31 oktober, Halloweendag. We hebben vandaag Halloween, maar er wordt niks aan gedaan, dus ik ben ook niet echt al... Ik ben al een heks, maar niet als heks gekleed. Gewoon normaal, mooie jurk aan, ja. Ik ga ook niet de stad in, ik ga alleen met Rijka wandelen. Er is toch niks te beleven dan enkel de normale markt. Nou ja, die hebben we al te vaak gezien. Er wordt niks aan Halloween gedaan, want dat mag niet. Nee, dus ja, waarom wel een normale markt en geen Halloweenmarkt? Ik weet het niet. Dat het dan te dicht op elkaar staat? Nou nee, dat ligt er maar aan de optelling van. Ja, dan moet de gemeente dat ook wijd op laten stellen. Ja, en andere ruimte zoeken voor de kinderen. Dat die daar in een grotere ruimte, dat daar een spookrol van gemaakt wordt. Maar nee, dat kan allemaal niet. Nou, hè, ze liet het gisteren al op school op televisie zien dat het ook coronaproof kan. Hadden kinderen het zelf notabene gemaakt. Maar ja, dat kan niet. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. We gaan gewoon door. Ik zei dus... De 31ste, we leven om 9 minuten over 2 inmiddels. Ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag gaan wij doen de vaatwasser leeghalen en die troep te proberen in te krijgen. En ja, dan is dat in ieder geval alweer gedaan. En dan hoop ik morgen die tas weg te werken. Ja, leeg te werken. Maar ja, dan moet ik wel voorzichtig wezen, want mijn schouderblad, niet mijn schouder zelf, maar mijn blad van achter, die doet nog steeds vreselijk veel pijn. Wat zie ik daar uitsteken? Een lusje. Komt in één omhoog tegen mijn wang aan. Nou, dat voelt niet fijn, nee. Zo, maar zo is het weer goed. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ja, ik heb er een blink blink bling jurk aan. Die had ik vorig jaar voor de feestdagen gekocht. En ik had zin in bling. Nou, denk ik doe bling aan. Punt. Ja toch? Ik ga lekker even met Rijka op. Ik kan niet eens in mijn hoofd getrokken. Die kant op draaien, dan voel ik het in mijn rechter schouderblad al trekken. Niet prettig dus. Maar ja, komt ook wel weer goed voordat ik een oud kereltje ben. En aangezien dat niet zal worden, zal dat denk ik vanzelf wel weer overgaan. Of niet dan? Ja, daar hebben we allemaal wel problemen mee. En hoe ik eraan kom, Joost, mag het weten hoor. Ik weet het niet. Dan heb ik nog die kattiek handschoentjes. Nou, die kan ik hier ook bij dragen. Het is als je netjes weggaat, hè. Maar ik laat ze daar weer leggen. Want het is zo klein. Je raakt dat heel snel kwijt, omdat het zo klein is. Ik denk dat ik het bovenin het blaadje doe, waar de rest ook ligt. Zoals mijn Maxima hoedje. Nou, er wordt gebeld. Dat is Karin. Dan gaan we Karin opnemen. Hoi schat, ik was ook aan het vloggen, dus het maakt niet uit. Zo, hoi. Hoi, ik zei ook, ik ben ook nog bezig met vloggen, maar het maakt niet uit. Nee, maar dat bespreek ik even zo liever met je. Ja, dus ik zal weer even afsluiten. Ik was er bijna aan toe. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het wordt hier al grijs en grauw, het zonnetje is verdwenen. Kan ik ook niks aan doen, maar ach ja, het komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes retour, hè, met jou of niet dan. Maar in ieder geval, ik heb de boel weer schoon en netjes. Ja, ja. De vaatwasser loopt al, of draait al, of wast al, laat ik het zo maar zeggen, hè kerel, ja. Want hij heeft een bijgeluidje, ik weet wat het is. Mijn soeppan die staat erin. En dat is zo'n emalje en daar hoor je dat watergeluid op.
ja, dat hoor je op de andere dingen niet, maar op een malje hoor je dat weer wel. Dat kan gebeuren toch? Wat jou hè? Hé. Hé, wat jouwe kerel. Hé? Lekker ding. Kom net weer binnen door het keukenraam. Hé, moet je allemaal kunnen. Ja, woepie. Ja, en ik ga weer voor de computer, want ik ben ook nog met renderen bezig. En ik heb Karin een paar keer aan de telefoon gehad. Dat gaat jullie nog niks aan, dat zien jullie zelf wel. Komt allemaal wel weer goed. Maar in ieder geval, ik wijd mij daar nog niet aan uit. Nee, dat zien jullie vanzelf wel in vlogs. Ja, dan merken jullie dat wel. Ja, dan maar goed. Ik ga nu dit even in elkaar zetten. In deze vlogs leeft Eeuwin nog steeds. Ja, dus dat doet me ook wel weer verdriet en pijn, weet je. Het is een beetje dubbel allemaal. Ik ben blij in ieder geval dat ik er wel weer thuis heb in haar strooikoker. Ik moet nog eventjes weer ook voor haar een euren zien te vinden. Ja, een euren. Het is gewoon een cocktail zeker, maar daar kent net zo goed in, weet je. Maar er waren nog niet. Op tijd van het jaar was er nog niet. Ook al aan een tijd van het jaar gebonden. Wat? Je drinkt zomers ook cocktails, moet er ook geschud worden. Ja, weet je, het is niet enkel met de feestdagen. Het is het hele jaar door drink je wel een cocktail. Voor degene die hem daarvoor willen gebruiken. Nou, en ik gebruik hem toevallig voor iets anders, ja. En daarom, het was mijn prinsesje, dus die moet ook een bling bling eurentje hebben. Dat, ja, komt allemaal goed. Frodo heeft een stoere neen. Arwintje die heeft een zwarte, maar die heb ik opgepimpt. Ja, die van Frodo trouwens ook. En ja, ik probeer toch weer een andere kleur te vinden. Misschien wel een roze, ja. Ik weet het nog niet, maar leg er maar net aan, wat is er? Ja. Hé, kerel? Jij krijgt er ook met de tijd een stoere neen. Nee, hoor. Maar ja, zover zijn wij nog niet, nee. Ding. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie leven, want het duurt maar heel erg even. Hoe zeg ik dat? Lieve vrienden, geniet van je leven, want het duurt maar even. Ja. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer hopelijk. Ja, als ik het niet vergeet. En dan zeg je, ja, heb je pech. Ja hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Als ik lekker bezig ben, dan wil ik de dingen verder wel eens vergeten. En dan denk ik, chips, ja, ik zou nog gevlogd hebben weer. Maar ja, het is nou weer zo aardedonker. Laat maar weer. Ik kan er ook niks aan doen. Zo ben ik nou eenmaal. En daar heb je het gewoon mee te doen. Ik ben zoals ik ben. Zonder gebit. En heb je daar wat op tegen? Nou, er zijn meer kanalen, ja. Je hoeft niet bij mij te blijven hangen, hoor. Ik heb nou helemaal geen gebit in en ik zal het nog wel een keertje zeggen. Ik heb geen gebit erin omdat ik hem ooit in het verre verleden, mijn kunstgebit, de onderste gedeelte, voor de helft in mijn keel had en al blauw aanliep. En dankzij mijn man die toen ook nog leefde, kan ik het nu nog navertellen. Ja, en ik wil niet een klik-in systeem. Nee, ik hoef niet André van Duin zijn liedje in mijn mond te hebben. Dat wil ik allemaal niet. Want ik ben er als de dood voor, het hoeft voor mij allemaal niet meer. En ik ben te verstaan. Ja, zolang ik te verstaan ben, is het toch niet erg? Nee. En een gebit of geen gebit. Word ik daar lelijker om? Wat dan ook? Ja, zeg het maar. Maakt mij niet uit hoor. Ik heb er ook al eentje gesproken. Die zei, ik vind het helemaal niet erg, het staat jouw sexy. Oké, ik denk, nou wat zal. Maar in ieder geval, diegene wou meer. En die heb ik vannacht even geblokt. Ja, hij bleef maar doorzaniken. En doorzaniken, ik denk, weg met die gast. Ja. Zulke soort gasten hoef ik niet, die meer en meer willen. Dan enkel maar vriendschap. Ja. Bij mij ik wil vriendschap en ik wil niet meer. Nee. Maar ja.
Dat is, zijn mannen, ja, die weten niet van ophouden en ze weten niet wat nee is. Nee, dat verwarren hun met ja. Nou, het is geen ja, het is een nee. .nl. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga daar weer verder en ik zou zeggen, hopelijk tot straks en anders tot aan de andere kant van de nacht. Je merkt het wel, ja toch? Zeg het doei!